Het gaat slecht met de insecten in ons land. Door intensivering van de landbouw, het gebruik van pesticiden en versnippering van het natuurlijk leefgebied gaat het aantal insecten drastisch omlaag. Enkele weken geleden besloot ik ze te helpen door een insectenhotel te maken. Onder andere tientallen rosse metselbijen maken er gretig gebruik van. Veel mensen vragen mij hoe zoiets gemaakt moet worden. Dat ziet u in deze video. Ik begin met vier planken. Dit wordt de buitenkant van het hotel. De vorm maakt niet eens zoveel uit. Ik kies voor een rechthoek. Met houtlijm en schroeven zet ik de buitenkant in elkaar. Van een klein plankje zaag ik een achterkant en timmer deze vast. Nu op zoek naar takken. Hoewel je hier eigenlijk toestemming voor moet hebben, vinden ze het vast niet erg als ik wat takken gebruik om insecten te helpen. Met opzet kies ik voor beuk. Beuk is hardhout en laat tijdens het boren mooie, schone gaatjes achter in het hout zonder rafels. Met de handzaag of DPT-zaag zaag ik stukjes van 8 cm lengte. Dit worden als het ware de kamertjes in het hotel. Ik boor in elk stukje een paar gaatjes. De doorsnede van die gaatjes is 4 tot 8 mm en ik probeer zo diep mogelijk te boren zonder door de achterkant heen te gaan. Wees wel voorzichtig met het boren. Hoeveel ik er nodig heb, hangt af van hoe groot de buitenkant van het hotel is gemaakt. Met houtlijm lijm ik de stukjes in het hotel. In de video laat ik het even versneld zien. Als alle kamertjes in het hotel zitten, hang ik het in de volle zon op. De kamertjes zijn nu klaar voor gebruik. Maakt u er ook een om insecten te helpen? Het is leuk, simpel en zeer effectief.